Het probleem was dus nog niet opgelost. Zo, voilà. Alles uit elkaar gehaald. Hierheen. Wat zit er? Zo. Dus wat ga ik doen? Ik ga een keer zien dat er toch niks verstopt is. Ik ga zien of dat een deur nog werkt. Misschien is de condenservuil aan de andere kant. Eigenlijk kan dat niet. Als het van voor proper is, is het van achter ook proper. Het kan altijd zijn dat er hier, want ik zie hier dat hier rust al is, dat er een voet is in de gas, hè? In het systeem eigenlijk, een koelsysteem. Voilà, dag 2. Ja, er zijn dan maar 2 jaar. Ik ga mijn droogkast er in elkaar steken. Ja, dat wordt ook plezant, hè? Ja. Kunnen we anders doen? IJzer. Het is al vandaag. Spanning krijgt. Oh, mannetje zin, hè. Dat is goed. Piep, 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 piep. Kabelje vergeten. Ja. Dus nu gaan we testen of de compressor warm krijgt, hè. Ga je mee kijken? Ja, waar is wat dan hier? Ja, gewoon kast terug. Ik heb daar dus wel was in gestoken, hè. Vergeten om de was in te steken, anders gaat hij niet op te springen. Ja, een zagensprongen. Hier een bubbertje. Hier gaan we zien. Of er
kapot te trekken. Moeten we weer gaan vullen aan de persleiding. Ja, kom eens wat erbij. Oh, laten zakken. Zo. Suppla. Voilà. Kan ik er zien, hè, welke is de persleiding. Ja. Zo. Dus hij is goed bezig. Dan doen we dat dan met doen. En dat de rest, ik heb even gezien. Welke dat de persleiding was. Maar dat gaan we snel voelen. Want dan wordt het direct warm. Maar omdat het maar een kleine circuit is, gaat dat direct moeten warm worden. Maar... maar... ik heb de indruk... ik heb de indruk... als nou dat lukken. Ik had dat eerst moeten testen, hè. Ja, gedaan. Nee, maar aangezien dat hem enkel het lampje liet branden van de afvoer, van het pompje. Ja. Ja. Ja, ik denk wel dat hem in orde is. Ja, ja, hij gaat toch wel. Want hij is koud, hè? De persleiding, ja, dat zal... ik kan daar van achter niet aan, kan dat moeilijk, maar een handje tussen me. Maar hier is het al heel koud aan het worden. Dus dat wil zeggen dat de man de zuigleiding bezig is. Goed, daar zijn we al content mee, hè? Ja. Ten andere, hij blijft al draaien. Dat deed hem niet. Dus... we laten hem nog wat draaien, hè. Ja. Laten jij dat al in doorhouden? Houd die door, man. Ze ziet er nog uit. Huh? Maar vier vijfjes hoor. Niet dat me eigenlijk niet voorkomt, maar ik ging zo mijn voeten uit. Ik kan het niet voorstellen. Zie je dat het lampje dat erin stak? Dus dat is dat al zo, dat is verdeerd. Helemaal afgebroken. Als er nog zo'n lampje in steekt, nee, meestal is dat nu ledverlichting. Hè. En hij blijft draaien. Oh, dan zijn we content, hè. We zijn content. Oké, dus dat was het, hè. Een verstopping. Meer niet, hè. Goed, dankjewel. Tot ziens. Bedankt. Afgelopen de misère.